Goedemiddag, namens CRW heet ik u hartelijk welkom bij het zevende webinar van de CRW Infradagen. Mijn naam is Renier Trommel, werkzaam bij CRW. Ik ben secretaris van de begeleidingscommissie van de CRW Infradagen. En vanmiddag ben ik jullie gastheer en chatbeheerder. Dit webinar richt zich op het onderwerp bitumen. En vanmiddag is uw sessievoorzitter Natasja Bouran. Zij is in het dagelijks leven werkzaam als adviseur wegen bij Boskalis. En zij is ook lid van de begeleidingscommissie van de Infradagen. Natasja zal zometeen de sprekers van deze sessies en ook de onderwerpen nader introduceren. En voor we van start gaan, nog even een paar praktische zaken en huishoudelijke mededelingen. De microfoon en camera die zijn door ons uitgezet. Graag zo houden. Maak gebruik van oortjes of een koptelefoon. Dat maakt de geluidservaring net wat beter. Ook het advies om je scherm te maximaliseren. Dan zie je de presentaties het beste en ook de presentatoren. Als je vragen hebt of opmerkingen, dan kun je die kwijt in de chat. De chatfunctie vind je rechts onderin het scherm bij More. Dan kun je kiezen voor chat. Het verzoek om als je vragen stelt of opmerkingen plaatst om te kiezen voor All Panelists en All Attendees. En heb je specifiek technische opmerkingen of vragen, dan kun je selecteren op All Panelists. Dan krijgt alleen onze technische staf dat te zien. Verder vergeet vooral ook de CRW Infradagen Community niet. Dat is de plek om na dit webinar ook met elkaar door te discussiëren. Dat is ook de plek waar de presentaties op worden geplaatst. Die kun je achteraf dan nog terugkijken. Rest mij om jullie een hele leerzame en leuke middag toe te wensen. En dan geef ik hierbij het woord aan Natasja. Hey, goedemiddag en welkom allemaal bij inderdaad onze sessie Bitumen. Ik heb vandaag heel veel zin in onze sessie, want zoals nu al twee keer genoemd, we gaan het vandaag hebben over bitumen. Een gek, mysterieus, zwart goedje, waarvan we eigenlijk allemaal niet weten waar het nu uit bestaat. En waarvan we eigenlijk met z'n allen nog steeds op zoek zijn naar waarom gedraagt het zich nou zoals het zich gedraagt. Vandaag hebben we drie bijdragen. Van Diederik van Lent, Jeroen Beesemuska en Sjaak Dame. En die gaan allemaal over eigenlijk de zoektocht naar het temmen van dat zwarte beest. Zonder nu nog al te lang te treuzelen, stel ik voor dat we doorgaan naar onze eerste spreker van de dag, Diederik van Lent van TNO. Diederik heeft onderzoek gedaan naar een van die rare gedragingen van bitumen, veroudering. En hij is bezig geweest met het ontwikkelen van een verouderingsmethode die de praktijkveroudering in het lab, dat moet ik even goed zeggen, want ik struikel over mijn woorden, een methode voor de versnelde representatieve veroudering van asfalt voor open deklagen. Diederik, ik geef het woord aan jou. Ik hoop dat iedereen mijn presentatie nu kan zien. Dus mijn naam is Diederik van Lent. Ik wil graag, dus zoals Natasja al zei, het onderzoek laten zien naar de ontwikkeling van een methode voor de versnelde representatieve veroudering van asfalt voor open deklagen. En eigenlijk waar we nu mee bezig zijn en waar we naartoe gaan eigenlijk. De opzet van deze presentatie, hoe ik hem heb gemaakt, is ik wil eerst een korte introductie geven over degenen die mij nog nooit gevolgd hebben, waar we nou mee bezig zijn. Dan wil ik graag even nog kort ingaan op het onderzoek wat ik heb beschreven bij de vorige Infradagen van 2018. Dan wil ik de nieuwe resultaten laten zien voor de nieuwe verouderingsmethode en het huidige onderzoek voor open asfaltmengsels. En dan eigenlijk de toekomst. Wat voor onderzoek gaan we dan eigenlijk allemaal nog uitvoeren en wat staat er nog eigenlijk allemaal te doen? De verouderingstechnieken die we hebben voor de lange termijnsveroudering en ook korte termijnsveroudering natuurlijk, maar met name de lange termijnsveroudering,
PAF bijvoorbeeld is een lange termijnsverhouding. Wat je daar eigenlijk doet, is je hebt hele hoge temperaturen en hoge drukken. En wat je eigenlijk probeert te simuleren is hoe het gedrag van je bitumen verandert en verouderd. Gaandeweg je lange termijnsverhouding, dus de service life in je weg. En zo heb je ook bijvoorbeeld AirCut en je hebt nog vele verschillende andere verouderingsmethodes waar je bij een hogere temperatuur gebruikt. Niet altijd met een hogere druk, maar bijvoorbeeld met constant aanvoer van lucht of bijvoorbeeld hoge zuurstofgehalte. De grote vraag is nou eigenlijk, en de vraag stellen is natuurlijk om al te beantwoorden, is dit nou eigenlijk wel representatief voor wat er eigenlijk in de weg gebeurt? Zoals wij dat als TNO hebben aangepakt momenteel, is dat wij een analyse wilden doen van de rheologische data. Komt dat nou, de bitumen zoals wij het nou verouderen in het lab, komt dat overeen met wat wij terugwinnen eigenlijk in de weg? Daarvoor hebben we eigenlijk drie stappen heb je daarvoor nodig. En dat is eigenlijk, je moet de frequentie bepalen wat nou representatief is voor, hoe kan je nou bepalen of het representatief is voor in de weg, ja of nee. Nou, er zijn drie toonaangevende, maatgevende frequentiezaling in het wegverkeer. Bijvoorbeeld de uitzetting van de thermische uitzetting van het wegdek. Gewoon het dag- en nachtritme. Door de verwarming van de zon warmt het wegdek op. En naarmate de nacht vordert, wordt het weer koeler. Het straalt de energie uit en dan wordt het weer koeler. Daar krijg je natuurlijk een spannings, want het wordt gefixeerd. Er komt een spanning in je wegdek. En daar heb je een bepaalde frequentie. Dat is natuurlijk het dag- en nachtritme. En dat is een maatgevende karakteristiek die plaatsvindt in de weg. Natuurlijk heb je ook het passerend verkeer met een bepaalde frequentie en ook de bandwegdekkinteractie. Wij als TNO hebben nou vooral gekozen om te kijken naar dat dag- en nachtritme. Omdat de intensie van verkeer is altijd lastig om er nou precies in mee te houden. Dat is niet dat we daar niet mee bezig houden, maar dat we daar in de toekomst mee bezig houden. Maar momenteel hebben we vooral gefocust op de uitzetting van het wegdek door dag- en nachtritme. En ideaal als je frequentie, temperatuur, superpositie aanhoudt voor bitumineuze materialen bijvoorbeeld, dan is het dag- en nachtritme, dus als 10 tot de macht min 5 de rats op min 10. Wij dachten dan, nou, rafeling komt vooral voor bij vrij lage temperaturen. Dus nou, min 10 is een mooie maatgevende getal daarvoor. En dat komt ongeveer overeen met 10 rad per seconde bij 20 graden. Nou, ideaal is nu dat 10 rad per seconde bij 20 graden ook gewoon een hele normale meting gedaan wordt bij de DSR-metingen. Dus, win-win situatie. Je kan gelijk uit je mastercurve heb je gelijk de 10 rad per seconde bij 20 graden. Als je dit onderzoek nu opzet, dan moet je natuurlijk ook representatief materiaal vooruit de weg hebben. Wij hebben bij TNO zijn we al lang bezig met allerlei boorkernen uit de weg aan het verzamelen. En we zijn eigenlijk een database aan het aanleggen met allerlei verschillende bindmiddelen, verschillende levensduren, verschillende mengseleigenschappen, wel alle open asfalt, maar wel verschillende types. Zoap, duurzaam zoap, tweelaag zoap. En die winnen we terug. En daar hebben we dus bij die DSR 10 rad per seconde, 20 graden, hebben wij dus een database verzameld met allerlei verschillende eigenschappen, verschillende levensduren, zoals ik al zei. En dat is eigenlijk voor ons waar wij altijd naar refereren van, is het nou representatief voor de werkelijkheid, ja of nee? Wat wij toen hebben gedaan is, we hebben allerlei PAF-onderzoek verricht voor die vergelijking. En wat we eigenlijk zagen is dat het PAF, welke methode je binnen de norm zoals die het toelaat eigenlijk laat zien, dat eigenlijk nooit representatief is voor wat er in de weg gebeurt. Dus hier hebben we bijvoorbeeld allerlei PAF-verouderingslijnen neergezet. Dus dat zijn allerlei verschillende temperaturen en dergelijke en ook verschillende bitumina. Dan hebben we hier met de rode lijn, dat is eigenlijk de gemiddelde verouderingslijn zoals die in de weg plaatsvindt. En dan de groene lijn, dat is met ziekte die zoals die ook kan lopen. Maar wat eigenlijk onze conclusie was, is dat je dus met PAF, zoals die direct zoals die in de norm is beschreven, dat niet direct overeenkomt met wat er in de weg gebeurt. Tot zover
wat de volgers mij al kennen, dat ik dit kondig. Wat ons idee daarachter is, dus dat de rheologie en de chemische eigenschappen, zoals ik net vertelde, die niet overeenkomen met de weg. Ons idee is daar eigenlijk achter, is dat wat wij hebben gezien uit metingen van de MDSC-metingen en AFN-metingen, is dat het smelttraject van bitumen erg van belang is, welke verouderingstemperatuur je nou eigenlijk gebruikt, dat het te maken heeft met of je agglomeratisering in je bitumen, als ik het voorzichtig zeg, of je die nou wel of niet oplost. En dat heeft eigenlijk een invloed op je verouderingsgedrag zoals die eigenlijk plaatsvindt. Dus eigenlijk moet je een protocol vinden die zo dicht mogelijk bij de wegcondities blijven, maar die wel representatief is en dat je hem ook kan versnellen. Dus ons huidige protocol was een asfaltmengsel bij 85 graden verhitte met geforceerde ventilatie en maximaal een standaard duur van 3 weken. En dat kwam altijd ongeveer overeen met 3 jaar in de weg. Nou, op zich is dat natuurlijk nog niet 3 weken in de veroudering komt overeen met 3 jaar in de weg. 3 jaar is nog niet representatief voor ravelingsschade bijvoorbeeld. Je mag niet verwachten dat een weg al ernstig geraveld is na 3 jaar. Dus op een of andere manier moet je dat versnellen. Dus ga je nou kiezen voor een langere duur of voor een andere methode? Nou, dat heb ik dus laten zien op de vorige infradagen. En daar hebben wij eigenlijk met partiële zuurstofdrukken, dus eigenlijk gewoon verhoogde drukken, net als in de PAF, hebben laten zien dat een verhoogde druk en verhoogde partiële zuurstofdruk dus intrinsiek niet voor een minder representatieve veroudering veroorzaakt vergeleken met de praktijk en dan wel gebaseerd op basis van rheologische eigenschappen. Nou, daar hebben wij op voortgeborduurd. En nou, we kregen veel enthousiaste reacties. En toen hebben we een consortium opgericht met geïnteresseerde partijen. En dat zijn bijvoorbeeld de bouwers Boskalis, Dura Vermeer, Heijmans en KWS. En daarmee, wilde doorgaan is op het onderzoek waar we bij de infradagen zijn gestart. En we wilden eigenlijk veel meer bitumina, omdat wij natuurlijk als TNO hebben ter beschikking maar enkele bitumina. En we wilden eigenlijk veel meer kijken wat er is daar in de markt allemaal beschikbaar. Dus deze bouwers die kwamen met allerlei verschillende bitumina aan. En we hebben eigenlijk het onderzoek doorgezet en ook kunnen we misschien nog hoger met verhoogde drukken. En misschien dat we nog versnelder kunnen verouderen, maar dat het toch nog wel representatief is voor wat er eigenlijk in de weg gebeurt, of tenminste representatiever dan de huidige PAF-verouderingsmethodes. Nou, het onderzoek, doel van wat wij hebben eigenlijk opgesteld binnen onze consortium is eigenlijk dat we een verouderingsprotocol gaan opstellen in het lab dat representatief is, maar wel echt versneld verouderd van het bindmiddel ten opzichte van eigenlijk wat de veroudering van in de weg gebeurt en dat het daarvoor representatief is. Nou, even heel snel hoe het onderzoek, hoe we het hebben opgebouwd. We hebben natuurlijk gewoon een literatuurstudie, dat is eigenlijk wat ik ongeveer net heb verteld, hè, dat het op zich de PAF niet representatief is voor wat er in de weg nu gebeurt. En dat wij nu, we hebben dus wegdata hebben verzameld van de aannemers en we hebben ook labverouderingswerkpakket. En wat we eigenlijk doen is, die twee willen we correleren aan door verschillende analyses uit te voeren voor de chemie en de rheologische eigenschappen. En dat is eigenlijk een soort iteratieproces, een iteratief proces geworden van we hebben verschillende data uit de weg en uit de lab gekregen. Dit zijn trouwens de bedoeling was dat eigenlijk precies dezelfde bitumina in de weg werd gebruikt als in het lab, maar dat is natuurlijk altijd lastig. Dus ze hebben wel hetzelfde merknaampje, zou ik maar zeggen. Maar bij sommigen hebben dus ook echt het mengsel, zoals die echt gelegd is in de weg. En het nadeel daarvan natuurlijk is dat die natuurlijk nog niet heel lang in de weg ligt, maar iets van 2 of 3 jaar. Dus eigenlijk is het daar dus een afweging naar tot hoe ver wil je gaan. Maar misschien kunnen we het onderzoek nog verder laten lopen uiteindelijk, dat we nog veel meer data weten te verzamelen van verschillende, precies dezelfde mengsel zoals die ook in de weg is gelegd. Dit is eigenlijk gewoon steeds een continu iteratief proces die we uitvoeren en steeds kijken van, nou, mocht dit dat we deze temperatuur verhoogden of zien we een verschil tussen de weg en de labveroudering optreden. Nou, en dat, zo zijn we steeds doorgegaan.
Nu wilde ik eigenlijk alleen maar even de reologische data laten zien zoals wij die binnen ons project hebben verkregen nu. Dus we hebben natuurlijk het nulpunt bepaald. En dan hebben we bij verschillende drukken, we zijn dus met hogere drukken dan normaal. Bij de PAF is het normaal iets van 21 bar. Maar wij gaan nu echt tot 150 bar en 100 bar. Dus, en dat was gewoon om te kijken van nou, hoe ver kan je gaan voor de veroudering en heeft het ook nog nut? Dus nou ja, wat je heel duidelijk ziet is dus dat bij 60 graden heb je een mate van veroudering. Dus tussen 100 en 150 maakt het in principe niets uit als je bij een lagere temperatuur zit. Maar naarmate je de temperatuur omhoog gooit naar 70 graden, naar 85 graden, dan kom je echt steeds hoger. Dan heb je dus, kom je steeds hoger op deze lijn en dus dat je een hogere complex modus en een lagere fasehoek hebt. Heel bewust heb ik nou even de wegdata hier niet bijgetekend. Maar wat dit ongeveer inhoudt is dat voor deze bitumina is dit ongeveer vergelijkbaar met iets van, ik geloof, 10 jaar in de weg. Dus dan kom je al echt al in de buurt van hoe je mengsels wil gaan verouderen. Dat het ook representatief voor de weg wordt. En ook dat, dat je een maatgevende veroudering aan je asfalt kan geven. Dat je er ook echt uitspraken over kan doen. Dat het bij 10 jaar dan mag je wel verwachten dat het rafelingsproces aan de gang is binnen open deklagen. Bij dit bitumen, waarom ik deze heb laten zien, is dat je eigenlijk geen verschil ziet tussen verschillende temperaturen en verschillende drukken. Alles ligt op een hele mooie rechte verouderingslijn. Dus eigenlijk voor dit bitumen zou gelden dat je dus binnen deze limitaties die wij nu hebben opgelegd, 150 bar en 100 bar, dat je eigenlijk iedere variant kan toepassen, want je krijgt toch wel, je zit in het verlengde van die verouderingslijn. Interessant is nou om naar bijvoorbeeld eentje die gaat afwijken te kijken. En wij als TNO waren al bekend voor dit bitumina dat die bij verschillende temperaturen ging afwijken. Dit wil ik wel even duidelijk maken dat dat niet inhoudt dat deze bitumen slecht is. Het heeft alleen te maken met dat deze bitumina op een andere manier verouderd dan andere bindmiddelen. Ik denk dat überhaupt de verouderingstemperatuur heel belangrijk is voor verschillende bindmiddelen, dus niet alleen voor dit type bindmiddel. Maar wat je bij dit bindmiddel dus nu ziet, is dat als je gewoon een rechte verouderingslijn zou trekken, dan komt dat niet overeen met verschillende temperaturen. Dus wat je heel duidelijk ziet, is dus bij 60 graden zit je heel, die blauwe lijn is heel representatief voor wat er eigenlijk in de weg gebeurt. Dat wat hiernaast zit, dat het representatief is. Hetzelfde verouderingslijn. Maar wat je eigenlijk ziet, is als je gaat verhogen, hogere drukken en hogere temperatuur, dat die echt gaat afwijken van je lijn die je eigenlijk zou willen. Dus dit is al een indicatie van hoe generiek wil je verouderingsprotocol hebben. Als je een verouderingsprotocol wil opstellen die voor alle bitumina gelijk moet zijn, dan zou je kunnen denken van, nou, voor deze bitumina, als je een te hogere temperatuur kiest voor dat verouderingsprotocol, dan heb je dus in de reologische analyse, heb je gewoon een afwijking ten opzichte van wat representatief is voor in de weg. Je kan dus, als je een lagere temperatuur zou kiezen voor deze bitumen, dan ben je dus representatiever voor wat er in de weg gebeurt. En natuurlijk, het is altijd een afweging van hoe representatief wil je het hebben en hoeveel verouderd wil je het hebben. Want als je natuurlijk lage drukken en lage temperaturen, dan spreek je natuurlijk weer over iets van 3 jaar verouderd in de weg. En is dat nou wel dominant genoeg om iets te kunnen zeggen over de rafelingsschade? Dat is gewoon een afweging die je maakt. Het is wel leuk om te laten zien dat dit bij deze dus heel netjes optreedt. Zo kan je dus al die verschillende bitumina plotten. En wat je inderdaad nu ziet, is dat je dus voor die verschillende temperaturen, dus gewoon eigenlijk een andere weergave, de complex modulus en hier de fasehoek, uitgezet tegen de verouderingstemperatuur. En eigenlijk wat je zou willen, als het dus als de temperatuur niet uitmaakt voor je bitumina, voor de veroudering van je bitumina, dan zou je dus dezelfde ranking van alle bitumina voor dezelfde kleurtjes, voor de verschillende bitumen, zou je hier dus moeten hebben. Overigens net zoals in de fasehoek. Maar wat je dus heel duidelijk ziet is dat er dus twee, en er is eentje die ik je net liet zien, die dus bij na de 70 graden dus heel duidelijk gaat afwijken van de andere ranking van de bitumina. En dat duidt dus inderdaad op dat voor deze bitumina waarschijnlijk het veroudering, het smeltraject iets eerder begint dan bitumina, dan andere bitumina. En dat houdt dus in dat je
als je een te hoge verouderingstemperatuur zou kiezen en je zou willen selecteren tussen deze bitumina, dat je dus mogelijk een verkeerde analyse zou kunnen maken van hoe versneld, wat de versnelling is eigenlijk in veroudering ten opzichte van anderen. Dus je zou eigenlijk anderen de voorkeur geven, terwijl misschien die in de weg net zo goed zou presteren. Omdat wij uit data-analyse, wat wij vonden is, in een hele hete zomerdag, helaas heb ik nog niet de laatste gegevens van 2019 en 2020, wat de deklaagtemperaturen waren. Die ga ik ook opzoeken. Misschien komen we dan boven de 70, maar in het huidige onderzoek waar hebben we dus wel die hete zomer van 2006 gehad. En toen kwamen we net iets boven de 70 graden, en dat is zelfs maar een hele korte periode geweest. Dus je mag verwachten dat zo rond 70 graden, dat zou altijd een goede temperatuur voor de verhouding, omdat dat ook gewoon in de weg gebeurt. Nou, de conclusies tot nu toe eigenlijk, die komen eigenlijk overeen van ons vorige onderzoek, maar nu hebben we dus voor meerdere soorten ook echt vastgesteld, voor meerdere bitumensoorten, dat met bepaalde handelingen zijn de partiële zuurstofdrukken wel degelijk geschikt om versneld te verouderen en dat dat ook representatief is voor de praktijk. En de resultaten tonen ook dat dus de temperatuur, zoals ik net aan heb gegeven, de temperatuur van de veroudering is dus heel erg van belang. Welke kies je? En dit is helaas ook bitumenafhankelijk. Dus je moet voorzichtig zijn als je op hele hoge temperaturen aan het verouderen bent, om te concluderen van nou, welk bitumina is nou eigenlijk beter dan een andere, want dat is op basis van die veroudering, misschien geeft dat een vertekend beeld. Nou, onze volgende stap is dus dat we de chemische analyses verder gaan uitvoeren en dan gaan we dus een verre vergelijking doen met de materiaaleigenschappen zoals het in de weg plaatsvindt. Komt het, het kan nu met de DSR misschien dat het voor die bitumina wel goed uitkomt, maar het kan zijn dus dat de chemische analyse helemaal gaat afwijken. Dat de chemie, dat je dus alsnog een heel ander materiaal chemisch aan het maken bent in je verouderingsprotocol dan in de weg. Nou, is het dan ook nog representatief, ja of nee? En vervolgens gaan wij dus een verouderingsprotocol opstellen. En zoals ik al aangaf, dat is natuurlijk gewoon een afweging tussen representativiteit en praktisch toepasbaar. Dus 5 maanden wegleggen maakt het heel representatief. Een hele representatieve veroudering, dat het overeenkomt met wat er in de weg gebeurt. En je hebt ook gelijk iets van dat het overeenkomt met 10 jaar, maar is dat ook praktisch toepasbaar? Nou, dat is gewoon een afweging die wij moeten gaan maken. Na dit onderzoek willen we eigenlijk, gaat TNO verder eigenlijk als verdere verfijning van het protocol. Bijvoorbeeld vocht, wat doet dat? Komt misschien de DSR-data nu wel overeen, maar de chemische analyse niet? Kan je vocht indienen dat de chemische samenstelling van je bindmiddel dan wel beter overeenkomt door de toepassing van vocht? UV is natuurlijk altijd wat boven de markt hangt. Het is van invloed, maar hoe belangrijk is het nou? Hè? Is de indringing genoeg, ja of nee? Zijn force-Deutsch-cycli van belang, ja of nee? In literatuur uit het buitenland zie je ook vaak dat de mechanische belasting bepalend is voor het uiteindelijke verouderingsgedrag. Dus in de weg gaat er verkeer overheen. Moet je dat ook gaan simuleren tijdens je verouderingsproces. En dan heb ik nog wat er nog verder belangrijk is. We gaan ook een data-analyse verder doen op allerlei eigenschappen. En milieu. Omgevingsomstandigheden van de weg om te kijken van zijn er nog andere, bijvoorbeeld in Oostenrijk gebruiken ze ozon, is dat nog belangrijk om dat mee te nemen in het ja of nee? En daar willen we eigenlijk gevoeligheidsanalyse voor doen. Daarna wordt het dan de volgende stap is een verouderingsonderzoek eigenlijk opstellen voor asfalt met PR, want dan gaan dus de tijdsafhankelijke veroudering wordt dan steeds belangrijker. Dus nu heb je vers materiaal gehad en dan heb je natuurlijk materiaal dat al verouderd is. Dat zal niet heel veel oxidatief meer verouderen. Dan kan er dus tijdsafhankelijke verouderingen, die worden dan steeds belangrijker. Dat was mijn presentatie. Hi Diederik. Hartstikke bedankt voor je bijdrage. Als ik een hele korte conclusie moet geven, dan
heb je mij meegegeven dat de resultaten wel veelbelovend zijn, maar dat er ook nog heel veel te onderzoeken is. Er waren tot voor kort nog geen vragen binnen, maar ik zie er nu eentje binnenkomen, dus die ga ik je direct stellen. Ik zeg wel meteen, we hebben een minuut of twee, dus op mijn verzoek zou je het antwoord wat kort willen houden, alsjeblieft. De vraag is van Paul Landa. Is het nog steeds asfaltspecie wat je in een autoclaaf zet, of is het alleen bitumen? Ja, dus nu hebben we het dus echt gericht op asfaltspecie. En we hebben ook zelfs verdichte asfaltkernen, labverdichte asfaltkernen gebruikt. Omdat wij denken dat echt op asfaltmengselniveau elkaar beter representatief houden voor wat er eigenlijk in de weg gebeurt. Omdat het heel lastig te simuleren is, wat doet nou de vulstofdeeltjes en de andere toeslagmaterialen, wat doet dat eigenlijk? Dat heeft natuurlijk ook een verouderingseffect op je bitumen. Dus daarom nemen we nu momenteel echt specifiek asfaltmengsels mee. Oké. En is er dan nog een significant verschil tussen specie en verdichte mengsels? Nou, wat je gevoel zou zeggen is, als je het verdicht hebt, dan heb je misschien de holle ruimtes wat dichter gemaakt. Maar wat eigenlijk uit ons onderzoek komt, en dat was waarschijnlijk ook omdat wij op zulke hoge drukken werken, is dat niet van belang is. Oké. Nou, hartstikke interessant. Dank je wel voor jouw antwoorden. Ik zie nu allerlei vragen binnenkomen. Ik verzoek jullie om, Diederik trouwens ook, deze vragen die worden na afloop van de sessie op de Infradagen community gepost. En er is daar een mogelijkheid om nog met elkaar in discussie te gaan. Dus ik verwijs jullie naar de community. Voor nu gaan we door naar onze volgende spreker. Dat is Jeroen Besamuska van Q8 KPRNT. En Jeroen is vandaag live bij ons in de studio. Dus we gaan straks overschakelen naar Jeroen. Hij komt ons vandaag wat vertellen over asfaltenen. En een leuk bruggetje eigenlijk van Diederik naar Jeroen toe, is dat Diederik net vertelde dat de samenstelling van een bindmiddel uiteindelijk hartstikke van invloed is, bijvoorbeeld ook op het verouderingsgedrag. Maar de vraag is nu, zijn wij eigenlijk wel in staat de samenstelling te bepalen? Hebben wij proeven die daarvoor geschikt zijn? Moeten wij anders omgaan met het resultaat van die proeven? Jeroen Besamuska die gaat ons vandaag meenemen in met zijn onderzoek solubility or no solubility, that's the question. Hier komt ie. Goedemiddag. Dankjewel Natasja voor de aankondiging. Ja, ik denk dat het redelijk goed aansluit met wat Diederik verteld heeft. Ik zal in het kort eventjes aangeven waar ik het over wil hebben. Allereerst zijn er twee groepen onderzoekers geweest binnen de organisatie Railem, die alle twee heel druk bezig zijn geweest om te kijken wat er nou precies gebeurt met chemische samenstelling. Hoe kan je bitumen uit elkaar trekken? En wat gebeurt daar nou precies? Daar zaten nogal wat tegenstrijdigen in deze twee onderzoeken. En vandaar dat wij met een kleine groep een nieuw onderzoek gestart zijn om te proberen om daar een antwoord op te geven. In het antwoord wil ik in ieder geval nog even terugkomen op hoe bitumen nou precies gemaakt wordt. Wat is nou eigenlijk bitumen? Een klein stukje van de chemie, zoals we dat op dit moment kunnen bedenken. En dan uiteraard, wat is nou de SARA-analyse? En als laatste hoop ik dat we tot de conclusie kunnen komen dat er eigenlijk niet zoiets bestaat als asfaltenen, maar dat we het moeten hebben over heptaan in solubles. Allereerst in 2014 is er een groep geweest van de internationale organisatie Railem. En die heeft zich bezig gehouden met een onderzoek waarbij verschillende bitumensoorten
onder andere ook een bitumen die geen kristalliniteit vertoonde. Dus waarschijnlijk ook geen waxachtige, paraffineachtige moleculen bevat. En daar zijn onderzoeken naar gedaan, zowel met DSC, Differential Scanning Calorimetry, waarin je eigenlijk de kristalliniteit meet, en AFM, wat voor de meeste van jullie wel bekend is, waarbij je de prachtige B-structure kan aantonen. Van die verschillende bitumina hebben we een wax toegevoegd, een wax die we gewoon gekocht hebben, en opnieuw alle metingen uitgevoerd met de DSC en de AFM. En wat bleek, voor alle bitumina gold dat als er wax was toegevoegd, dat er dan wel degelijk in de DSC een kristalliniteit werd aangetoond. En dat in ook de bitumen die dus daarvoor geen kristalliniteit en geen bistructuur had, nu ineens wel een bistructuur. Daarbovenop bleek dat de vertoning onder de AFM in temperatuurbereik een heel duidelijk zelfde patroon gaf als de manier waarop we in de DSC de kristalliniteit konden meten. Dus op het moment dat we in de DSC zagen dat de wax eigenlijk van fase veranderde, zag je die verandering ook in de AFM. In 2016 was er een andere groep binnen de RILEM die ook bezig is geweest met te kijken naar de chemie van bitumen. En die hebben een aantal bitumen aangenomen en die hebben gezegd, wij gaan het splitsen in de zogeheten malteenfractie en de asfalteenfractie. En als we dat gedaan hebben, gaan we ze daarna weer terug mengen. Uiteraard hebben ze daar ook weer de DSC gebruikt en de AFM om te kijken wat er dan precies gebeurt. En zij zagen dat op het moment dat de asfalteenfractie eruit werd gehaald, dat dan eigenlijk de bistructuur verdween. Als ze dan de asfalteenfractie die ze daarvoor hadden uitgehaald weer opnieuw eraan toevoegden, kwam de bistructuur weer terug. Dit is eigenlijk een onderzoek wat precies het tegenovergestelde laat zien van wat het vorige onderzoek is. Namelijk dat de asfaltenen verantwoordelijk zouden zijn voor de bistructuur. Terwijl het onderzoek wat ik daarvoor besprak, er heel duidelijk een aantoning was dat wax een bistructuur vertoonde. Dit zijn twee groepen die gerenommeerde universiteiten vertegenwoordigen. Dus dat is niet zomaar even een onderzoekje wat ze naar voren brengen omdat ze dat leuk vinden. Nee, hier zit echt gedegen onderzoek achter. Dus hoe kan het zijn dat twee van dit soort groepen een totaal verschillend beeld hebben van wat er nou precies aan de hand is? Gaan we even terug naar wat bitumen ook weer was. Bitumen wordt gedestilleerd uit ruwe aardolie. Puur alleen maar het scheiden op basis van kookpunten. Op een gegeven moment is dat onder atmosferische destillatie, is daar een maximale temperatuur mogelijk, want anders kraak je de verschillende moleculen. En daarom doe je een vacuümdestillatie om te zorgen dat je daarna opnieuw moleculen kan scheiden op basis van kookpunt. Niks anders, gewoon scheiden van kookpunt. Het bodemproduct van de vacuümdestillatie is bitumen. En bitumen wordt geregistreerd onder REACH als zijnde C25 en groter. Dus carbonketens, koolstofketens van 25 en groter. Al heel lang proberen mensen te bekijken wat de chemie is van bitumen. Het vervelende is dat dat ontzettend veel verschillende moleculen zijn. En dat kan je niet in een klein kadertje stoppen. Dus daarom zijn mensen al heel lang bezig om die scheiding van die moleculen in verschillende groepen te doen.
Nou, de meest bekende groep die wij gebruiken ook, is de SARA. En dat staat dus voor de cetrates, aromatics, resins en asfaltenen. Een plaatje hoe dat er mogelijk uit zou kunnen zien, is dit. Dus de cetrates, dat zijn de paraffine, dat zijn koolstoffen en waterstoffen in ketens. Er kunnen zijketentjes zitten, maar het zijn gewoon lange ketens. Dan hebben we wat we noemen de aromaten. Dat zijn weer koolstofjes en waterstofjes, maar dan in een ringstructuur. En soms met een klein ketentje eraan. Als we dan naar de resin gaan, die ook wel de polar aromatics worden genoemd, dan zijn het de ringstructuren, maar daar komt een ander element in voor. Een zwavel, een zuurstof, een stikstof, whatever. En dan komen de beroemde asfaltenen, die worden voorgesteld als hele grote moleculen met eigenlijk een combinatie van alle drie hiervoor genoemde aan één molecuul. Dus ze zijn groot, ze zijn polair, ze bevatten allerlei verschillende moleculen, et cetera, et cetera. De SARA staat voor Cetrate Aromatics, Resin en Asphaltenes. Alleen, er zijn drie verschillende methoden om de SARA-analyse uit te voeren. Het vervelende is wel dat alle drie de methodes gebruiken verschillende oplosmiddelen. Dus de getalletjes die hier uitkomen, die zijn gewoon niet hetzelfde. Nou, waar komt dat hele woord SARA nou vandaan? Dat SARA, dat komt nog steeds uit een theorie van meneer Nellestein uit 1924. Die was heel slim, want die bedacht dat 90 of 95% van de mensen, die kunnen eigenlijk het best denken met een plaatje. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft een plaatje gemaakt van hoe bitumen eruit zou kunnen zien. En dan moet je je voorstellen dat die asfaltenen, dat zijn de zwarte groepjes in deze tekening, die worden omringd door resins, om het een beetje in oplossing te houden, en dat zweeft in een pool van cetrates en aromatics. Nou, als je dat vertelt tegen wie dan ook, dan kun je onmiddellijk een beeld voor ogen krijgen hoe dat eruit ziet. En hij had zelfs bedacht dat als er een veroudering plaatsvindt, dan komen er meer asfaltenen, dus dan zullen ze wel gaan klonteren. En dan zal het wel in de weg gaan zitten of dan wordt het materiaal harder. Dat was ook iets wat gebeurde, dus iedereen bedacht van hé, dat is misschien wel een methode die we kunnen gebruiken. Maar vergis je niet, als er meer dan 1 miljoen verschillende moleculen zouden zitten in een bitumen en je verdeelt dat in 4 groepjes, dan is elk groepje nog steeds 250.000 verschillende moleculen. Die kan je niet zomaar onder één noemen. Dat is best ingewikkeld. Er is een hele andere theorie en die is minder oud dan die van Nellestein en dat is de Hansen solubility. Hansen solubility zegt dat elk molecuul kan je beschrijven met 3 parameters. En die 3 parameters, die geven jou een indruk over de polariteit, de eventuele bonding, etc. En als je dat model loslaat op bitumen, en dat heeft Paradelius gedaan, dan krijg je een 3-dimensioneel plaatje waarin je een bolletje hebt, waarin je duidelijk ziet dat al de moleculen in elkaar kunnen oplossen, omdat ze dicht bij elkaar zitten met die verschillende Hansen-parameters. Als dat niet zo is, dan liggen ze er buiten. Nou, dit wordt al een veel moeilijker onderwerp om te bespreken tijdens de lunch of tijdens een verjaardag. Die andere is veel makkelijker. En dat is nog steeds het probleem waar we tegenaan lopen. Iedereen kent het model van Nellestein en niet de Hansen solubility. Om terug te komen op wat wij nu gedaan hebben in ons onderzoek. Wij zijn bezig geweest om te kijken wat gebeurt er nou precies met een paraffine of een wax die je toevoegt. Daarvoor hebben we 4 verschillende waxen gekocht.
waarvan we inderdaad ook een hoge zuiverheid weten. En zoals je ziet zijn daar de kookpunten bij. En op basis daarvan kan je al bijna gaan inschatten of dat nog aanwezig is of niet aanwezig is in je bitumen. Want nogmaals, bitumen wordt gescheiden op basis van kookpunt. Als je deze moleculen dan gaat scheiden op een iatroscan, een van de meest gebruikte testmethodes om de SARA-analyse aan te tonen, dan zie je in dit plaatje onmiddellijk dat de kleine waxmolecuultjes prachtig in de zogeheten setteret groep van de iatroscan terechtkomen. Maar degene die een koolstofketen van 44 heeft, die zit gewoon in de asfalteengroep. Waarom? Omdat die niet oplost in heptaan. En dat maakt het heel erg ingewikkeld om te scheiden op basis van deze oplosmiddelen. Maar toch roepen we met z'n allen dat SARA een scheidingsmethode is waarbij we de asfaltenen als grote polaire groepen zien. Want al die andere oplosmiddelen, daarin zou het inderdaad op moeten lossen. En hier blijkt gewoon uit dat dat niet klopt. Sterker nog, we hebben de individuele verschillende waxmoleculen gewoon in heptaan opgelost. En dat zijn de drie fotootjes die daar staan. En dan zie je dat bij 25 graden de kleine waxmolecuul C24 prachtig oplost, maar de C40 niet. Sterker nog, de C40 lost pas op bij 60 graden in heptaan. Dus als wij een methode gebruiken die gewoon koude heptaan gebruikt, dan krijgen we dit soort waxmoleculen niet opgelost en zullen ze dus in de asfalteenfractie terechtkomen. En dat is juist waar we iedere keer weer tegenaan lopen. Er is nog een andere methode om de SARA-analyse uit te voeren, om de asfaltenen te scheiden. En dat is de IP1V3. En in de scope van deze testmethode staat wax-free asfaltene content. Waarom? Omdat je deze methode met hete heptaan moet uitvoeren. En hete heptaan betekent dat je het bijna naar het kookpunt moet verwarmen. En dat is dus 80, 85 graden. En we hebben net gezien in dat plaatje dat bij die temperatuur die grote waxmoleculen in heptaan oplossen. Dus deze methode heeft gewoon al veel eerder ontdekt dat we wel degelijk rekening mee moeten houden dat sommige moleculen niet oplossen in koude heptaan. En we daardoor een verkeerd beeld krijgen van onze SARA-analyse. Met andere woorden, eigenlijk wat die twee onderzoeken gedaan hadden, die ik heel in het begin besproken heb, om het probleem te beschrijven, was exact hetzelfde. De ene die heeft wax toegevoegd en die zag inderdaad de bistructuur komen. En de ander heeft eigenlijk niet de asfaltenen eruit gehaald, maar ook de wax. En daar verdween de bistructuur. Wat natuurlijk heel logisch is, als je nu weet dat bij zo'n SARA-analyse met gewoon koude heptaan, die wax gewoon niet oplost. Dat betekent eigenlijk dat die onderzoeken elkaar eerder aanvullen dan dat ze op deze manier tegenstrijdig zouden zijn. En dat was natuurlijk heel fijn. En dat betekent eigenlijk dat we in de conclusie van ons onderzoek terug zijn gegaan naar die andere groep. Daar hebben we het mee besproken. En die zijn met een nieuwe publicatie gekomen. En dat is deze publicatie in 2019 van dezelfde schrijvers als de eerste. En wat hebben ze daarin voorgesteld om inderdaad te stoppen met het woord asfalteen en te praten over heptaan insolubles? Wij willen daar zelfs nog iets aan toevoegen, namelijk dat we ook nog heptaan, warm heptaan insolubles en koude heptaan insolubles hebben.
Het meest belangrijke wat ik jullie mee wil geven is, kijk heel goed naar de testmethode die gebruikt wordt om getalletjes te produceren. Als je niet goed weet wat de testmethode precies doet en inhoudt, dan krijgen we dat we appels en peren met elkaar gingen vergelijken. En dat is precies wat heel in het begin gebeurde, door twee groepen een eigen publicatie naar voren te brengen, zonder dat we precies erachter kwamen, wat waren nou echt de verschillen in het onderzoek, omdat we allemaal over hetzelfde woordje SARA aan het praten waren. En ik hoop dat dit een beetje meer duidelijkheid geeft over wat nou precies bitumen en chemie inhoudt. En eigenlijk wil ik meteen ook een stapje verder gaan, want het zou jammer zijn als we continu bezig zijn om op deze manier aan te tonen dat iemand anders het niet goed heeft. Wat we eigenlijk zouden willen is veel meer van elkaar leren, zodat we een stap verder kunnen gaan. En misschien moeten we zelfs een stapje naar de andere kant toe en het chemieverhaal een beetje loslaten. Een miljoen verschillende moleculen is praktisch onmogelijk om te identificeren. Het is veel belangrijker om te weten wat de bitumen nou precies doet. Hoe is de performance? Wat zijn nou de karakteristieken waar we mee bezig moeten zijn om zeker te weten dat het inderdaad voor een nieuwe, flexibele weg goed is? Ik denk dat we onze energie en onze geld en onderzoek daar veel meer op moeten gaan richten. En eigenlijk de chemie een beetje loslaten. Ondanks het feit dat ik zelf een chemicus ben en ik het heel erg leuk zou vinden om bitumen te ontrafelen. Maar ik denk dat we daar vanaf moeten en langzamerhand naar de performance. Dankjewel voor de aandacht. Even kijken. Nee, oké. Dan denk ik dat er misschien later nog een vraag zou komen van iemand. En zo ja, dan kunnen we dat altijd nog in de community doen. Dank jullie wel. Ik heb nog één vraag. Ah, er komt één vraag binnen. Ik heb overigens gehoord dat bitumen theoretisch uit 10 tot de macht 131 mogelijke combinaties van C'tjes en H'tjes kan bestaan. Rien Huurman. Ja, nou dat zou best kunnen, Rien. Die factor die geloof ik onmiddellijk. Het punt blijft dat er geen enkele bitumen precies hetzelfde is. En als wel elke bitumen een miljoen verschillende molecuultjes heeft, dan wordt het inderdaad heel erg ingewikkeld om het ene bitumen met een andere bitumen te gaan vergelijken op chemische samenstelling. Zeker als je dit soort combinaties hebt. Dankjewel voor deze aanvulling. Jeroen, hartstikke bedankt voor jouw bijdrage. Ik zie overigens net een opmerking binnenkomen en die ga ik wel even noemen. Die is ook van Rien. Jeroen, wat heb je dit goed en rustig uitgelegd. Bedankt. Sluit ik me volledig bij aan. En ik denk dat wij ook best wel veel antwoord gehad hebben op de vraag die ik in het begin van de sessie stelde. Wat is bitumen nu eigenlijk? Ik wil nu doorgaan naar de laatste presentatie van de dag. Die gaat over vermoeiing en healing van polymeer gemodificeerd bitumen. En Sjaak Dame van Kraton die gaat ons vandaag meer vertellen over het onderzoek dat hij samen met zijn collega's heeft gedaan. Sjaak? Ja, ik ben er. Ja, daar ben je. Ik zie je. Hoi. Jeroen had het net over van we zouden meer richting de performance moeten gaan,
Dus nou, daar gaat mijn stukje inderdaad over. Dus Jeroen wordt op zijn wenken bediend. In deze lezing wil ik wat gaan vertellen over vermoeiing en de heling van polymeer. Polymeer gemodificeerde bitumen. Wat ik wil doen in deze sessie, dat is, nou oké, die heling factor, dat komt eigenlijk uit een formule. Er staan er geloof ik iets van 4 factoren in. En een van die factoren is dan de heling factor. En de uitkomst, dat is dan de vermoeiingslevensduur. En nu is het punt dat voor bitumen is die helingsfactor op 4 gesteld en voor PMB staat die op 1. Dat heeft mij eigenlijk altijd enorm verbaasd. Dus het eerste gedeelte van de lezing dat bestaat uit dat ik dus laat zien dat dat niet zo is. Dat ze dus een vergelijkbare healing vertonen, zelfs een betere healing. In het tweede gedeelte dan ga ik uitleggen waarom dat zo is. En dat heeft dus te maken met de bijzonderheid van hoe die polymeren de monteenfase opzuigt. Daar kom ik straks op terug. En aan het onderweg heb ik ook nog een soort cadeautje voor jullie. En dat zal ik onderweg voor jullie uitpakken. Healing. Meestal praat men over twee verschillende fenomenen. Men heeft over het herstellen van de scheurtjes in de asfaltverharding. Dus als er werkelijk macro scheuren zijn ontstaan. Maar men heeft het ook over het vermogen van asfaltmengsels om scheurgroeisnelheid te vertragen. En eigenlijk door het introduceren van rustperiodes. Dat zijn eigenlijk dus twee verschillende fenomenen die ook eens om verschillende testmethodes vragen. Maar wat je dus merkt in de praktijk, in de discussies, dat deze twee dingen vaak door elkaar heen worden gebruikt. Mag ik de volgende pagina? Of doe ik dat zelf? Kan het doorgesprongen naar de volgende pagina? Ik heb geen controle over welk deel van de presentatie wordt gezien. Dus iemand moet doorschakelen naar de volgende. Sjaak? Ja? Even kijken. Wij hebben nu sheet 25 voor. Hoe wordt healing getest? Zie jij die? Oh, sorry. Ja, ik heb het even niet gezien. Het is de goede. Oké. Ik zag even niet dat het veranderde. Hoe wordt healing getest? Ja, eigenlijk zijn er ongeveer grofweg 3 verschillende methodes voor. Vermoeiingsproeven met intermitterende belastingspatroon. Dat wil zeggen, je hebt een belastingpiek en daarna eventjes een rustperiode. Omdat je dus de rustperiode meeneemt in de test, maar ook omdat die rustperiode een verhoging geeft van de vermoeiingsweerstand, krijg je natuurlijk een hele lange duur van die testen. Nou, om dat te versnellen, hebben ze bedacht, dan gaan we dus een hele hoop van die belastingspieken achter elkaar zetten. En dan krijg je dus belaste blokperiodes. En dan wordt het dus na dat afgewisseld met onbelaste blokperiodes. Dat is uiteraard minder tijdrovend. Maar het resultaat hangt natuurlijk wel af van hoe je dus die belaste blokperiodes en onbelaste blokperiodes onderling afwisselt. Hoe lang die duren enzovoort. Dus daar kan een wisselend beeld uit ontstaan. Het laatste, dat gaat over dus een scheurherstelproef. Dus je hebt een volledige breuk en je gaat dus die volledige breuk laten healen en je kijkt dus naar herstel van sterkte van die breuk. Ja, eigenlijk is dat gewoon het minst relevant of totaal niet relevant voor de praktijk, want dit is geen fase waar je wil inkomen voor een echte wegdek. Naar de volgende. Ja, dankjewel. Als je observaties doet over aan pure bitumen op het gebied van healing, dan wordt opgemerkt dat healing wordt bevorderd door zachtere bitumen, door hogere temperaturen en natuurlijk ook door een hoger bitumengehalte in de asfaltmix.
Dat geeft dus de indruk dat er een correlatie moet zijn tussen de viscositeit van de bitumen en de healingcapaciteit van de afvalmix. En als je dan die aanname doet, dan is natuurlijk de volgende conclusie van als dan die modificatie leidt tot een viscositeitstoename, ja, dan moet ook dus die healingcapaciteit dat materiaal dus afnemen. Wat hier gebeurt, is dat men een bepaalde lering heeft getrokken uit pure bitumen. En dat wordt dus geprojecteerd op een ander materiaal, op namelijk een polymeer gemoduleerd materiaal. En een polymeer gemoduleerd materiaal, in ieder geval voor SBS gemodificeerd, is dat zodanig anders dat je die projecties gewoon niet klakkeloos kan doen. En er zijn diverse mensen in de pavingwereld die op verschillende vlakken van paving-eigenschappen elke keer weer in die fout springen. Maar hier wordt het dus ook gedaan. En dat zal ik later nog laten zien. Volgende pagina graag. In 1999 is bij Eurobitium een workshop gehouden door Philips. Die heeft dus DMA-testen uitgevoerd met 3 verschillende bindmiddelen. Puur bitumen, wax gemodificeerd en SBS gemodificeerd. Uit dat werk kwam de conclusie dat de healingsnelheid van puur bitumen en wax gemodificeerd ongeveer vergelijkbaar was. Maar voor sommige mensen verrassend, de healingsnelheid van PMB die was significant verbeterd. Dus uit deze workshop werd conclusie gehaald dat er dus geen verband was van bindmiddelviscositeit en het vermogen tot healing. Ga naar de volgende pagina. We hebben dus daarop gekeken wat er staat in de literatuur. En daar zie je dus gewoon uiteraard een wisselend beeld. Maar dat beeld wordt wat duidelijker als je dat indeelt naar het soort test dat ze hebben gedaan. Dus bij belasting met de rustpauzes, die intermitterende methode, daar is dus in 4 keer in misschien 4 verschillende papers een positief resultaat gevonden. Bij blokbelasting is dat 1 keer neutraal en 1 keer negatief. En bij de breukherstelproef was het een beetje een wisselend beeld. Dat wil zeggen, PMB en bitumen was even snel in de healing bij 10 graden. Bitumen was weer net in het voordeel bij 20 graden. En PMB deed het weer beter bij 40 graden. Dus in de meest relevante methode, dan zie je dus dat het allemaal positief is. En het beeld wordt wisselend bij andere methodes. Ga naar de volgende pagina. Dus nu komen we toe aan de verklaring hierachter. En de verklaring, dat moet je ook zoeken in de morfologie voor een gedeelte. Je hebt dus grofweg 2 morfologieën. De 1-fase-systeem en het 2-fase-systeem. In het 2-fase-systeem zie je duidelijk dus die licht groen-gele kleuren. De polymeerrijke fase. En dat zijn asfaltenrijke fasen. En je kunt ook zien dat de fase hier zo de continue fase is. Je kunt ook een systeem hebben waar het co-continu is. Er zijn verschillende manieren mogelijkheden daar. Eigenlijk heb je dus die 2 fases ook in die 1-fase-systeem. Alleen die fases zijn zo fijn verdeeld dat het niet meer zichtbaar is onder normale microscopie met normale vergroting. Als je natuurlijk de boel opblaast, dan ga je natuurlijk alsnog weer die fases zien. Maar als je dat niet ziet bij normale vergroting, een vergroting van ongeveer 100 keer onder de microscoop, dan noemen we dat gewoon een 1-fase beeld. Nou, in het werk wat ik je straks laat zien, er zijn dus PMB's gemaakt uit een bitumen A en een bitumen B. Alle 2 gemodificeerd met 5% van hetzelfde polymeer. Bitumen A was het rechte plaatje, dus was het 2-fase systeem. En bitumen B was die 1-fase systeem. We hebben dus testen gedaan op die binder, maar we hebben ook dus bindmiddelen in de centrifuge gestopt bij verschillende temperaturen. En dan krijg je dus de gravitatiescheiding
En dan kun je dus de boel scheiden in een polymeerrekenfase en een asfalteerrekenfase. En dan heb je dus een test op de bitumen, op het bindmiddel en op de scheiding tussen polymeerrek en asfalteerrekenfase. En dat gaan we dus zien in het volgende plaatje. Het is een test van een enige tijd geleden. In die tijd was de COC-viscositeit nog erg belangrijk en interessant. Als we even kijken naar het paars, dan zien we bitumen A, die dus een hogere viscositeit heeft dan bitumen B. A gaf aanleiding tot die twee-fasestructuur, die we dus in het vorige plaatje aan de rechterkant zagen. Dat is een asfalteenrijke bitumen. Dat zie je ook terug in de viscositeit. Als we dan vervolgens kijken naar het blauwe gedeelte. Tussen blauwe is dus het asfalteenrijke fase uit de centrifuge. Dan zie je dus dat voor bitumen A, inderdaad, dat is de viscositeit van de asfalteenrijke fase hoger is dan A. En bij B zie je hetzelfde. Het ligt bij elkaar in verhouding. Dat komt keurig. Er ontstaat een soort asymmetrie op het moment dat je gaat kijken naar het bindmiddel zelf. Dus het bitumen met die 5% SBS. Dat is in het rood. Dan zie je dus, voor een aantal mensen zal het vreemd zijn, dat die bitumen B, die echt de laagste viscositeit heeft, na modificatie een veel hogere viscositeit heeft dan het bindmiddel uit bitumen A. Nou, dat heeft alles te maken met die morfologie. Die morfologie, dat is niet alleen de scheiding van polymeerrijk en asfalteenrijk. Het is ook een scheiding tussen hoogviskeus en laagviskeus. En als je dus een mengsel hebt met hoogviskeus materiaal en laagviskeus materiaal. En met name als je dus co-continu of continue fase hebt van die laagviskeuze materiaal, zoals we dat zagen in het vorige morfologieplaatje, dan gaat dus die laagviskeuze materiaal gaat dan de viscositeit bepalen. En dat zie je dus terug bij bitumen A, dat de rode klompje is maar net een fractie hoger dan die van de asfaltenen. Dus die asfaltenen, dat is gewoon bepalend voor de viscositeit. En uiteraard is dan natuurlijk de polymeerrijke fase is dan hogere viscositeit dan, dan samengestelde bitumen of de asfalteenrijke fase. Dat is duidelijk. En dat effect zie je dan bij bitumen B nog sterker terug dan bij bitumen A. Dus dit is gewoon een tekstplaatje verhaal. Dat kan zo in een of ander soort leerboek. Klopt gewoon keurig met wat je zou verwachten. Ik ga eens even nog een plaatje verder en dan ga ik mijn cadeautje uitpakken. We hebben dus die pure bitumen en de modificatie op dat bitumen heb je dus getest in een DAP mengsel, dus aan een asfaltmengsel, driepunts buigproef, vermoeiingsmachine ingezet. En daar is dus een healing factor mee bepaald. En dat zie je dus terug in het grafiekje. En wat je dus ziet is dat die modificatie van bitumen A met polymeer een hogere healing geeft dan bitumen A. En voor bitumen B, die al een hogere healing factor heeft, dat de modificatie uit bitumen B weer hoger is dan bitumen B. Dus dit is dus waar dus die projectie van uit de bitumenwereld fout gaat. Je ziet dus hier dat bitumen B de hoogste viscositeit heeft, maar de beste healing laat zien. En nu zal ik mijn cadeautje uitpakken. Bitumen B die heeft dus een morfologie, die homogene morfologie, die zich ook beter leent voor vermoeiingslevensduur dan bitumen A. Dat was in de tijd van het onderzoek nog niet bekend. Dat was later is dat duidelijk geworden.
Overigens is dat duidelijk geworden aan modificaties met 7,5% SBS. Maar ik vermoed dat met 5% SBS dat je daar hetzelfde bij ziet. Dus die kwaliteit van de bitumen met die modificatie die dus die betere morfologie geeft, die geeft dus ook een betere levensduur. Wat eigenlijk vooraf gaat aan de discussie die we nu hebben. Dus bij die healing, dan heb je eigenlijk al een zekere mate van macro- of micro-scheuren. En die vermoeide levensduur die gaat daar nog aan vooraf. Dat staat nog in geen enkele paper. Dus jullie hebben bij deze de primeur. Nou, belangrijk is in ieder geval dat die healingfactoren dus niet in lijn zijn met de trend in de viscositeit. Die zijn eigenlijk tegengesteld. En dat heeft dus alles te maken met de manier waarop die mantenen zitten verscholen in die polymeerstructuur. En dat is de uitleg die ik dus in de volgende plaatjes laat zien. Dit heet een hypothese, maar het is gewoon een manier van kijken ernaar. Dit refereert nog aan dezelfde centrifugietesten. Die zijn uitgevoerd op verschillende temperaturen. Als we even kijken bij 120 graden en naar die rode lijn. In de rode lijn staat uitgezet de massafractie van de polymeerrijke fase. En je ziet dus dat op lagere temperatuur dat er minder polymeerrijke fase uit die centrifuge komt dan bij hoge temperatuur. En dat is te verklaren omdat bij hoge temperatuur lossen gewoon meer mantenen op in die polymeerfase. En die blijft dan ook bij de centrifuge in die polymeerfase. Bij lage temperatuur zit het dus minder in die polymeerfase, maar de asfaltenen moeten ergens heen. En die gaan dan zitten in die asfaltenenrijke fase. Die asfaltenenrijke fase, daar staat dus die blauwe lijn voor. En daarvoor is de penetratie gemeten. En je zou inderdaad verwachten, als er meer mantenen zitten in die asfaltenenrijke fase, dat dan dus de penwaarde hoger is, dat die asfaltenenrijke fase dus zachter is. En dan zie je ook terug in de temperatuur. De massafractie van de polymeerfase is hoger. Er kwam dus minder mantenen uit die polymeerfase in die asfaltenen terecht. En die asfaltenen bij 200 graden is dus lager, het materiaal is harder dan bij 120 graden. Dus bij lagere temperatuur komt dus die asfaltenen er weer uit. En dan gaan we even door naar het volgende plaatje. Hier hebben we dus gekeken naar de morfologie met een hot stage. En voor wie niet weet wat de hot stage is, dat is een soort doorzichtige oven die je onder de microscoop kunt stoppen. En dan kun je met verschillende temperaturen gewoon kijken naar je materiaal. Dat hebben we dus gedaan. De referentietemperatuur is 130 graden. Of 135 graden zie ik zelfs. En dat hebben we dus afgekoeld. En wat je dus ziet als je dus afkoelt van, nou, neem even dat plaatje bij 135 graden en die onder 110 graden. Dan zie je dus allemaal kleine vlekjes erbij komen in die polymeerrijke fase. Dat zijn dus allemaal eilandjes met mantenen. Dus die mantenen die dus niet opgelost kunnen blijven in die polymeerrijke fase, die vormen dus kleine eilandjes in die polymeerrijke fase. Wat je ook heel klein beetje ziet is die zwarte grote gebieden tussenin. Dat groeit ook nog een klein beetje. Dus daar gaat ook een gedeelte van die mantene heen. Dat is zeg maar dus de asfaltenenrijke fase. Dus dat vertelt een beetje dus waar dus die asfaltenen of waar die mantenen verstopt zitten in het polymerennetwerk. En dan komen we dus bij het derde gedeelte uit. Het volgende plaatje graag. Oké, dus we hadden het dus over die malteeneilandjes en die vormen eigenlijk dus nog een derde fase in het mengsel. En die eilandjes die functioneren eigenlijk als een soort healingmiddel op dezelfde manier zoals dat is beschreven door White, die dat had over microcapsules met een reactieve healingmiddel erin.
hetzelfde mechanisme, maar in PMB is geen reactiviteit nodig. Als je scheur dat eilandje raakt, dan barst het open en het materiaal dat stroomt dan gewoon je scheur in. En op deze manier krijg je dus die healing, wat ook al bij enkele scheurtesten is aangetoond. Dus je krijgt weer herstel van sterkte. Hier staat hypothese 3, maar eigenlijk zijn er gewoon drie verschillende vertelwijzen over precies hetzelfde ding. Het vertelt dus iets over waar die mantenen verstopt zitten in de polymeer gemoduleerde bitumen. En waarom je dus een hogere viscositeit meet, terwijl je dus toch nog steeds die goede healing hebt. Ik ga naar het volgende plaatje. Oké, welke conclusies kun je dus hieruit trekken? Je ziet dus dat PMB dus vaker positief wordt getest of neutraal dan negatief. Hierbij heb ik nog eens bij opgeteld het onderzoek wat dus vorig jaar is gepubliceerd door Structon. Die dus ook een positief effect heeft gemeten in hun lab op voor PMB gemodificeerd. Die vermoeingsgevoelige temperatuur die dus bij lagere temperatuur zit, 10 graden of misschien zelfs iets lager. Daar blijkt dus PMB juist een betere healing te geven dan het overeenkomstige bitumen. Ik heb ook verteld, als je dus het goede polymeer gemodificeerde materiaal kiest, dat je ook dus een nog betere healing krijgt. Dus dan wordt het effect nog sterker door. De bottom line is, die huidige healing factor die dus nu op 1 staat voor PMB, dat is dus gewoon toe aan een herwaardering. En de meedeed tot het niveau van bitumen. En eigenlijk misschien ietsje erboven, maar op zijn minst tot het niveau van bitumen. Dus als er mensen onder het gehoor zitten die daar invloed op hebben, ik denk dat daar een reparatie te doen is. En ik denk dat het nodig is om de discussie te kunnen verschuiven naar een ander veld. En daarvoor wil ik dus naar het laatste plaatje toe. Ik ben zelf geen civiel engineer, maar mij wordt verteld dat de Nederlandse wegen voornamelijk worden ontworpen op vermoeiing. En toch, als je kijkt naar de Nederlandse discussie over vermoeiing over de laatste jaren, waar ik dan mij van bewust ben, dan lijkt het zich enorm te concentreren op die healing. En ik heb het idee dat Nederland zichzelf daarmee tekort doet. Ik weet dat gewoon een wereld te winnen valt door meer te kijken naar het vermoeiingsgedrag voordat er überhaupt sprake is van schade. Dus eigenlijk voordat er sprake is van de noodzaak voor healing. En dat krijg je dus vooral door de toepassing van SBS-modificatie. Niet door polymeermodificatie algemeen, maar echt SBS-modificatie. En dat komt omdat SBS in staat is om een ductiele elasticiteitcomponent in te brengen in het bindmiddel. En die ductiele elasticiteit is cruciaal voor scheurtipprocessen. Als je voldoende ductiele elasticiteit toevoegt aan je bindmiddel, dan kun je er ook daarmee dus crack arrest mee krijgen. Ik noem ductiele elasticiteit, en dat is ook heel speciaal, omdat in de rheologie, laat ik zeggen, in de basisrheologie wordt eigenlijk geen onderscheid gemaakt tussen de brosse vorm en de ductiele vorm van elasticiteit. Voor een pure rheoloog is elastisch elastisch. En dat komt omdat je test binnen de LVA. Aan de schuurtip zit je buiten je LVA. En dat maakt dat verschil. En nu krijg je dus weer mensen uit. Ja? Sorry dat ik even inbreek hoor. Maar er zijn nog 2 minuten. 2 minuten? Dankjewel. Mensen uit de pavingwereld die projecteren weer een bitumenervaring op de rheologie. En zeggen van elasticiteit, dat geeft de brosheid. Dat is, kijk maar naar bitumen. Dus elasticiteit, dat is slecht. En dat is wat ik heel goed voor het voet wil brengen. Dat in geval van SBS gemodificeerd, dat echt anders ligt. Je kunt dus niet het begrip elasticiteit uit SBS projecteren uit je bitumenervaring. Het voordeel wat PMB kon brengen is aangetoond op asfaltmix door TU Delft.
op proefstuk veldniveau is dat aangetoond bij NCAT. Boskalis heeft vorig jaar dus een artikel laten zien over hoe je dus op een andere manier kunt spreken over vermoeiing, wat het gewoon in een veel breder perspectief brengt. En ik denk dat we dus gewoon in Nederland onze focus moeten gaan verleggen naar dus die vermoeiingslevensduur voordat er überhaupt sprake is van macro-schade. En wat daarvoor nodig is, en een woordje wat, daar zit dus in de kwaliteit van de bitumen, het soort polymeer wat je kiest, de manier waarop je dus eventueel het binnenmiddel nog een processing geeft. Dus in het woordje wat, het zijn maar 3 letters, maar er gaat nog een hele eigen wereld in schuil. En daarbij wou ik het laten. Zijn er nog vragen? Shakai, dankjewel voor je presentatie. Dat was heel interessant. Vooral ook zo na de presentaties van Diederik en Jeroen. Want ook met jouw discussie zet je ons wel keihard aan het denken. Er zijn voor jou ook 2 vragen binnengekomen. Dus als je het goed vindt, dan gaan we direct naar die vragen door. Vraag van Jeroen, deze van Muska. En deze had je aan kunnen zien komen. Als de asfalteenfractie wax bevat, zal de viscositeit lager zijn door het lage smeltpunt ten opzichte van de temperatuur waarbij de viscositeit gemeten wordt. Hoe zijn de asfaltenen gescheiden? Er is niet een echte asfalteenscheiding gedaan. We hebben dus een centrifuge gedaan, een zwaartekrachtcentrifuge. Waar je een asfalteenrijke fase hebt en een polymeerrijke fase. Dus dat ligt nog anders dan de scheiding die je krijgt bij N-heptaan. Dus het is een zwaartekrachtscheiding in een asfaltenen die ook maltenen bevatten. En een polymeerrijke fase waar je dus geen asfaltenen in verwacht, maar waar ook nog wel maltenen in zitten. Als ik het dan even om te checken of ik het goed begrepen heb. Ja. Zeg jij dan dat, Jeroen had het er net over, dat de temperatuur van het heptaan bepaalt welke moleculen wel of niet in een asfalteenfractie terechtkomen. Of zoals wij de asfalteenfractie definiëren. En uiteindelijk zeg jij dat in de asfalteenrijke fase eigenlijk op dat niveau die scheiding niet gemaakt wordt. Dus al die moleculen die zowel in het koude als in het hete heptaan opgelost zouden worden, die zitten in jouw asfalteenrijke fractie. Nou, dit is een gewetensvraag. Het punt is dat je eigenlijk moet kijken naar al die miljoen verschillende moleculen en je af moet vragen welke zwaarder is in soortelijk gewicht, dus in densiteit, dan die ander. Want je hebt dus gewoon een zwaartekrachtscheiding aangebracht. We weten dat wat asfaltenen zwaarder zijn en bitumen in het algemeen zwaarder is dan het polymeer. Het is een heel gering verschil, maar door de centrifuge dan versterk je dat. En we weten dus dat het trendmatig dat klopt. Maar als je het hebt over die waxen en die C27 en de C40... Ja, dan heb je de vraag erbij van, is het dan ongeveer even zwaar als asfalteen of niet? Ja, zo precies zou ik dat niet durven te zeggen. Dus hier moet ik mijn grenzen trekken in wat ik kan zeggen. Nee, dat is begrijpelijk. Het was ook meer nieuwsgierigheid hoor. En vooral ook op zoek naar hoe grijpt dat inderdaad in elkaar. Ook aansluitend op Jeroen zijn oproep. Laten we vooral van elkaar leren. Ja. Ik denk dat over dit onderwerp nog heel veel te zeggen en te bespreken valt. Dus ik zou zeggen, over dit inhoudelijk hierover kunnen we in de community nog door discussiëren. Ik zie nog 1 vraag van Kees Kan. En Kees vraagt, waarom is het onderzoek uitgevoerd met DAB en niet met AC? Ik denk eerlijk gezegd, want DAB's zijn AC's, dat het te maken heeft met onder- en deklagen. Waarom is het onderzoek niet uitgevoerd met onderlagen? Klopt dat? Kees, zou je dat kunnen bevestigen?
Ja, dat klopt. Nou oké, ik moet zeggen dat dit een oud onderzoek is die ze dus hebben opgegraven. En ik moet zeggen dat ik niet precies weet wat toenmalig keuzes zijn geweest. Ik weet dat dus niet. Ik weet ook niet of dat nou veel had uitgemaakt voor het resultaat. Want dat is eigenlijk dan dus de vraag, zou dat veel hebben uitgemaakt voor het resultaat? Ja. Dat betwijfel ik. Want ja. De wetmatigheid erachter, dat is eigenlijk hetzelfde. En het is inderdaad onafhankelijk even van de locatie in de verhardingsconstructie zelf. Ja, want het is dus een effect wat binnen die het bindmiddel plaatsvindt. En het gaat om het gedrag van bitumen en polymeer en de verdeling van die maltenen. En dat gebeurt ook in een AC-mengsel op dezelfde manier als in een DAP. Dus ja, ik verwacht niet dat daar dus een trendmatig andere antwoorden uit zou zijn gekomen. Oké. Okay. Nou, hartelijk dank voor je antwoorden. Dankjewel. Wij zijn door de presentaties en de vragen heen vandaag met nog redelijk wat tijd op de klok. En daarom lijkt het me misschien ook wel leuk om nog even na te kletsen. Want wat mij nu is opgevallen aan de presentaties in deze sessie, is dat er is een wisselwerking. Prestatie is niet onafhankelijk van samenstelling, maar we hebben ook experts hier gehad die ons ook oproepen om wellicht ons wat minder te focussen op die samenstelling of op de chemie. Achter de prestatie. Als ik dat dan probeer te vertalen naar wat bijvoorbeeld Diederik ons aan het begin van deze sessie heeft meegegeven. Dat we ook op zoek zijn naar hoe voorspellen we nu het gedrag van die bitumina. Ook op de lange termijn, dus niet alleen in de nieuwe situatie. Dan heb ik het idee dat we vooral met elkaar nog heel veel te doen en te onderzoeken hebben. En zou ik jullie dus ook heel graag uitnodigen om in de komende tijd, ook weer in kader van het thema dit jaar, Denken in Mogelijkheden, wil ik jullie heel graag oproepen, en dan sluit ik me aan bij Jeroen, laten we vooral samen kijken naar wat wij nu van elkaar kunnen leren en hoe wij denkend in mogelijkheden kunnen komen tot veel beter presterend asfalt en innovaties en op naar vooruitgang. We hebben nog wat tijd over. En Inge, ik zie van jou nog een vraag binnenkomen, dus die gaan we toch nog behandelen. De sprekers weten vast over grip op bitumen. Wat zou de toekomst dan zijn? Ja, Inge. En daar vraag je me wat, want nu moet ik even... Ik kijk even naar de techniek. Ja, kunnen we de sprekers wellicht uitnodigen? Jeroen, Sjaak, Diederik, hebben jullie een idee dat jullie zouden willen delen over hoe onze toekomst eruit zou moeten zien? Ik denk dat we nog steeds in het proces zitten van functioneel testen. Dat we dat eigenlijk nog niet goed weten hoe we dat moeten doen. En ik denk dat daar nog wel een aantal stappen in te zetten zijn. Dus ik hoop dat we daar dus nog een hele hoop aan kunnen doen. Betere ruttingtesten. Betere vermoeienstesten. Betere lage temperatuur performance testen. Dat heb je nodig op binding niveau. Je hebt dus de relatie nodig tussen binding gedrag en asfalt mengselgedrag op laboratoriumniveau. En tenslotte moet je dus ook nog beter snappen van als je bepaalde testen doet op asfaltmixniveau, hoe dat dus doorwerkt in het veld. En ook dan dus vanuit het veld weer terugvertaald richting windmiddel. En ik denk dat we daar nog steeds slecht in zijn. Maar goed. Dan krijg je dus weer zo'n
situatie dat eerst nog heel veel data moet zijn. En dat is ontzettend vermoeiend. Dat kost ontzettend veel tijd. Dus wat is dan de fix binnen de komende 5 jaar? Nou, dat vind ik lastig. Ik denk meer op een veel langere termijn, denk ik. Ja, als ik daarop aan mag sluiten, Sjaak. Ik denk dat het heel erg ingewikkeld wordt om in de toekomst te kijken. Zeker gezien alle ontwikkelingen die er überhaupt in de hele wereld gebeurt. Waar we iedere keer weer van schrikken. Maar om het even terug te brengen op ons eigen gebied. Ik denk dat op het moment dat wij ons wat meer gaan richten op specifiek een bepaald aspect. Zoals wat Diederik gedaan heeft. Om duidelijk te kijken naar veroudering van open asfalt en dan de deklaag, dan zouden we op die manier met z'n allen daar de focus wat meer op kunnen liggen. Als we dan tegelijkertijd ook willen gaan verklaren wat er in de tussenlagen en de onderlagen gebeuren, dan denk ik dat het een heel ingewikkeld matrix systeem wordt waar we echt gewoon de komende 50 jaar nog mee bezig zijn. Dat is prima, want dan komen er een heleboel mensen gewoon nog tot en met hun pensioen in de bitumenwereld terecht. Maar willen wij op termijn echt stappen maken, dan denk ik dat we ons gewoon eens moeten gaan focussen op bepaalde aspecten, in plaats van het hele scala proberen te pakken. Sprekers, hartstikke bedankt toch voor jullie bijdrage aan de discussie. Ik denk dat, Inge, jij hebt het inderdaad ook over grip op bitumen. Wellicht een hele mooie plek, mooi platform om langer door te praten over waar moeten we dan met elkaar naartoe. Belangrijkste wat ik meeneem uit de antwoorden net is vooral focus aanbrengen en vooral op elkaar steunen en van elkaar leren. Zo hadden we heel veel tijd op de klok over en zo zitten we direct weer tegen het einde van de sessie. Hartstikke bedankt allemaal voor het luisteren vandaag. Hartstikke bedankt ook voor het interactieve gedeelte. Het kwam wat lastig op gang, maar zo naar het einde van de sessie toe vond ik het heel veel bijdragen. Rest mij alleen nog om jullie te herinneren aan de Infradagen community, waar na afloop van de sessies de presentaties en de papers worden gepost. Net zoals de vragen. Er is daar nog mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de onderwerpen. De webinars die lopen nog door tot de eerste week van oktober, dus voel je alsjeblieft, schroom niet om aan te sluiten bij de andere interessante onderwerpen die wij nog gaan bespreken. En als laatste geef ik jullie mee dat na afloop van deze sessie een enquête wordt toegestuurd. En bij deze het verzoek aan jullie of jullie deze willen invullen alsjeblieft. Dat was hem voor vandaag. Hopelijk tot volgende week dinsdag. En tot ziens.